We zijn als gemeente Apeldoorn bezig om na te denken hoe je een betere kwaliteit kan bereiken met minder regels. Helemaal in het licht van de nieuwe omgevingswet. En dat denken we te bereiken met kookboeken. En die kookboeken geven aan wat je zou kunnen doen. Het is dus geen blauwdruk. Het is niet dat we zeggen hoe je iets moet doen. Maar we geven een aantal tips en trucs om, voor mensen om zelf mee aan de slag te gaan. Het voordeel eraan is dat mensen zelf kunnen bedenken wat ze leuk vinden. Dat wij niet zeggen van je moet het zo doen of het moet zus of het moet zo. Mensen kunnen zelf iets bedenken wat ze leuk vinden, wat past in de sfeer en identiteit van het dorp. Want daar gaat het ons allemaal om. Wat we pogen te bereiken met die kookboeken is dat we de identiteiten van alle dorpen in Apeldoorn, en het zijn er 13, behouden. Hè? En dat Uddel blijft lijken op Uddel zoals het was en Hoenderlo op Hoenderlo. En wat we in die kookboeken doen is beschrijven waar dat dan in zit. En dan vooral in ruimtelijke optiek. Dus we hebben het over cultuurhistorie, over landschap, over stedenbouw, over tuinen, over erfafscheidingen. Eigenlijk alle elementen die een dorp maken wat het is. Niet alleen de dorpen rond Apeldoorn worden met kookboeken beschreven. In 2014 komt er ook een kookboek voor de stad Apeldoorn. Om ook daar burgers mee te laten denken over de ingrediënten van hun leefomgeving. We zijn in 2010 in Apeldoorn begonnen met de andere overheid aanpak. En dat betekent dat we gezegd hebben, we willen meer en meer de samenleving aan het stuur krijgen van een eigen omgeving. En minder als overheid gaan sturen op regels. En de kookboeken staan een goed voorbeeld van. We hebben als overheid gezegd, we willen minder regels. Dus we gaan zeker wel een minimumkwaliteit als overheid waarborgen. Maar daarbovenop gaan we burgers uitdagen en inspireren om met hun eigen omgeving aan de slag te gaan. Dat dorpenkookboek, wat dat biedt, dat is duidelijkheid. En zeggen, we hebben met elkaar een beeld waar wij ons in kunnen vinden, in belangrijke mate. En dat geeft dan ook duidelijkheid naar de toekomst. Op een doedag in Hoenderlo, een van de dorpen rond Apeldoorn, pakken de burgers aan de hand van de kookboeken hun omgeving aan. Niet ter vervanging van gemeentelijk onderhoud, maar als aanvulling. Ik offer maar een halve vrije zaterdag op, omdat ik vind dat dit gezellig is, noodzakelijk is en het fleurt het dorp heel erg op. Als ik kijk hoe het daar nu is en een paar jaar geleden was, is het toch een hele verbetering voor het dorp. Als je door binnenkomt, zo is het toch prachtig. In Hoenderlo zijn ze heel enthousiast aan de slag gegaan met onze kookboeken. We hebben ze ook samen met hun opgesteld. Dit is niet iets van de gemeente alleen. We hebben dat samen met de dorpen gedaan. Want wie kan er nu beter vertellen wat een dorp inhoudt als het dorp zelf? En ze hebben dat volledig omarmd. We hebben dezelfde ambities en dezelfde doelstellingen. En wat ze hier doen op zo'n doedag is niet alleen papier prikken en bollen planten. Maar ze gaan hier nog een stap verder. Ze gaan hier ook openbare ruimte aanpakken en aanleggen. Want de gemeente heeft niet heel veel geld, behalve de gewone beheerbudgetten. En wat zij hier doen is dat stapje hoger. En daar helpen we ze bij. En daar ondersteunen we ze bij, soms met materiaal of met tekeningen. En soms ook gewoon met fysieke arbeid en daar staan we mee te scheppen. En dat is hartstikke leuk, want dat zorgt dat je echt een wij-gevoel krijgt. We doen het samen. En dat is het wat je bereikt met kookboeken op die manier. Dit is precies wat er gebeuren moet. Ja, het is fantastisch dat je hier op zaterdagmorgen staat, terwijl 80 mensen hier in Hoenderlo met hun eigen omgeving aan de slag zijn, geïnspireerd door onze kookboeken. De manier waarop een dorp als Hoenderlo nu al eenvoudig beter werkt dankzij het kookboek, geeft hoop voor de stad Apeldoorn, wanneer ook daar het kookboek beschikbaar komt. Mogelijk is het voor meer gemeenten een kans om burgers mee te laten koken aan hun eigen omgeving binnen de kaders van de omgevingswet. Het is volgens mij wel een goed voorbeeld van hoe het kan. Hoe je de burger, hoe je de samenleving aan het stuur krijgt. En net even wat minder overheid. Het gaat in partnership. Dat is belangrijk. En in die zin denk ik dat we een heel goed voorbeeld zijn. Hoe een gemeente met een wijk, een dorp kan samenwerken. In plaats van een hoop gedoe over de macht en de centen.